En hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe episode van I'm Mine. Ik ben lekker op dreef. Ik ben heel goed bezig met de Gold Farm. Er is alleen één klein dingetje. Ik dacht dat ik heel veel glas had. Maar ik heb nog niet eens genoeg. Ik heb meer nodig. Dus, wat doen we dan? We gaan zand halen. En waardoor halen we zand? We halen zand in het zuiden. Oh. Ja, zuiden van het gebeuren. Oh, dat was niet handig om daar mijn mobiel neer te leggen. Dat horen jullie. Zo. Ik krijg tegenwoordig notificaties van. Hoe noem je dit? Notificaties van YouTube dat sommige mensen reageren. Maar echt heel zeldzaam. Ik heb nu eindelijk mijn juiste equipment, zodat ik me, hoe zeg ik het goed? Zodat ik mijn mengpaneel ook kan gebruiken als audio output, om het zo maar te zeggen, om mijn headset op aan te sluiten. Mijn kabel was even te kort vanaf mijn ding en in plaats van een verlengkabel denk ik van, ik ga gewoon mijn mixer volledig gebruiken. En het werkt heel goed. Ik kan meteen mijn speakers op aansluiten, alles werkt, alles blij. En ik kan ook, hoe zeg je dat, mijn audio output gebruiken als, dus wat mijn Windows sound zijn als microfoon. Wel grappig. Gewoon een leuk dingetje wat in je mengpaneel zit. Dus ik ga vanavond, want Beer is online en ik vind het zo awkward om te vragen. Oké, die niet. Deze eerst denk ik, ja. Gaan we gebruiken om zand te halen. Ik had het liever overdag willen doen. Maar hey, ik wacht al de hele dag. Eigenlijk, ik heb de hele dag lopen kijken of mijn instellingen goed staan. En toen was het avond. En van, fuck it, ik ga niet nog een avond wachten. Ik heb al een paar avonden gewacht. Dus even zand harvesten. Het is niet alsof iemand deze desert gebruikt. Hoop ik. Zowel. Sorry. Het wordt een beetje vlakker. Ja, klaar? Nee. Ik ga jou even neerzetten. En dan daar. Zo. En dan halen we zand met elkaar. Dus, ik heb. Dit is even een tijdje dat we gaan lullen. Ik bedoel. Met dankzij. Ik wil even nog een keer bedanken voor de mensen die hebben gedoneerd mij. Tijdens mijn livestreams voornamelijk. Dat ik deze Blue Yeti en Mixvanille en dergelijke heb kunnen betalen. Ik ben er zo blij mee. Het werkt. Eindelijk zoals ik redelijk wil. Ik moet nog een beetje aan de microfoon tweaken, maar het werkt. Het werkt. Ik ben er tevreden mee. Zo. Dus ja, dat ten eerste. Zoveel zand nodig. Twee. Dus, ik heb gelukkig in de tijd van... in de tijd van dat ik ging enchanten en mijn sport een goed enchantment wil geven volgens mij. Ik weet niet meer wanneer. Ik heb heel veel XP gefarmd in tijd. En dat betaalt zich nu heel mooi af. Hoppakee. Dat ik de spades van heb gemaakt. Want dat is het goedkoopste ding wat je eigenlijk kan enchanten naar mijn mening. Het kost maar 1 iron en iron is praktisch gratis. Dat werkt. Hoppakee. Dus, geef alle zand aan Tim. Ik had gewoon moeten doorrammen. Soms die AI is put. Dus, hoppakee, zandmijnen. Oh, even opletten hoeveel durability 19. Nee, echt jij. Niet op mag jou. 19, dus dat is 15. 7. 2. 0. Oké, 0. Jezus, ik ben goed. En de volgende speet. Ik had niet verwacht dat ik zoveel uit één speet kon halen.
Ik dacht eigenlijk dat ik 4 spades nodig had om mijn inventory vol te krijgen. Huh. Mooi meegenomen. Unbreaking, efficiëntie werkt heel goed. Instamine dat zand. Hoppakee. Het enige wat het beter had kunnen maken was dat het langer meer durability had van de diamond. Maar voor mij heeft een diamond spade ook niet veel durability. Weet ik niet zeker, maar voor mij heeft het echt geen durability. Hoppakee. Ik vraag me af of dat een... Is het altijd zo geweest dat hij een durability had? Oh, mijn inventory zit vol. Jee. Nee. 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 Zo. Ik denk dat ik nu eigenlijk te veel zand heb gehaald. Anderhalf... Zo. Anderhalf speet. Pretty neat. Hoppakee. Het valt wel mee hoe lelijk ik het heb achtergelaten. Mocht er hier ooit nog iemand willen wonen, go ahead. Het is enigszins vlak. Wacht, hurtte die zich... Heb ik... Ik heb thorns. Dat verklaart veel meer. Had die verdomde creeper geraakt? Volgens mij doe ik 19 hartjes aan damage. Of iets in die geest. Ik insta-kill ze zo goed als insta-killen kan. Of we hebben nog... Beetje ruimte. Zo. Gaan we dit vullen? We hebben een avondje. Zie je een avondje? Bijna de ochtend. Zal het lopen harvesten. Hoppakee. Dan bespaar ik jullie het smelten. Doe ik dat wel weer off record. Ik bedoel, we moeten een beetje compenseren. Ik heb episodes nodig, ik heb weinig tijd. Oeps. Heb ik nog iets om weg te gooien? Oké. Ja, iets. Hoppakee. Ik voel mijn vibrator de hele tijd afgaan. Voor de mensen die niet weten wat ik daarmee bedoel, dus ik, mijn mobiel noem ik een vibrator. Een vibrator is een apparaat dat trilt, dus ja, mijn mobiel is redelijk een vibrator. Het is een apparaat dat trilt, op commando. Dus. Don't Google, just believe me. oh god, wat heb ik gedaan? Dit hebben jullie niet van mij. Kijk, eten. Terug met het bootje. Hoppakee. Ik heb honger. En er staat chips voor me. Chips. Dus, eens kijken. Weer helemaal terug. F3. Het is naar noord, ja. Even beantwoorden op WhatsApp. Was mijn papi. Mijn papi of hij vroeg of ik opnam. En het antwoord is ja. Haha. Neem ook chips, jongens. Is goed voor je. voor mij is chips echt slecht voor je. Nu ik over nadenk. Ik heb chips light. Lees, ribbon, weet ik veel. Het is lekker. Oké. Weer heeft net een achievement gehaald dat hij alle biomes heeft bezocht. Die wil ik ook nog een keer gaan halen. Kan ik die al halen? Of is dat zo'n hidden ding dat je niet kan zien? Hier, discover all biomes. Die. Je hebt dan ook nog... Wampix Fly. Heb ik nog nooit een cake gemaakt? Oké. Fair enough. Ik accepteer het zoals het is. Als het goed is...
Dit ding werkt nu altijd, als het goed is. Omdat de update. Ik heb niet meer die beacon nodig dan. Dat zou chill zijn. Sinds 1.8.5, voor de mensen die dat nog niet hebben gehoord van mijn andere video's, hebben ze pistons geüpdate. Dat ze beter bijhouden waar je bent. Dat was 0 damage. Wauw, oké. Okay. Ik blijf van de chips af. Ik snap het, jullie haten het. Ik blijf van de chips af. Dat hongerige gevoel. Het knaagt. Het is eerder dat ik nog niet middag heb gegeten. Maar oké. Okay. Ik ga eventjes alle zand en dergelijke smelten. Heb ik nog furnace? En ja, ik ga even deze nog. Zo. Oh ja, voor de mensen die het nog steeds niet geloven. Ik heb hier een speet. Ik doe er 1 iron bij. 64 durability, sure. Ja, oké. Okay. Ik doe er... Oké, okay, ik heb iets meer inventory craft space nodig, oké. Okay. Ik doe er 2 sticks bij. Heb ik sticks kant en klaar? Ik heb sticks kant en klaar. Oh. Ik doe 2 sticks bij deze iron. Dat maakt het tot de tool als ik wil. Joink. Jij en jij. Het kost 5. Meteen een tip trouwens. Meteen hernoemen. Want als je het hernoemt, krijg je, hoe noem je dat? Krijg je, kost het niet een repair level, maar hij blijft goedkoper en je kan hem extra, 1 keer extra, hoe noem je dat? 1 keer extra repairen. Zo. Ik doe even een emoji. Kun je dat? Hihi. Een leeg bericht. Een emoji, dat is gewoon happy face. Die vind ik leuk. Dus dan heb je hem volledig gerepaired. En ook nog meteen een naam gegeven. En het kost je maar 1 repaired item. Dus dat vind ik heel chill. Ik ga eventjes de... 1, 2... Ik ga de furnace... Hier. Oh ja, ik heb ook nog... Heb ik nog kool? Voor mij heb ik laatst kool gemijnd. Ja, ik heb kool gemijnd. Ik moest het zoeken. Ik heb kool gemijnd. Ik ga eventjes deze shit weer smelten. En dan hoop ik dat ik genoeg heb eindelijk voor de gold farm. En dan gaan we die eindelijk afronden. Tot zo. Oké, okay, nog eventjes een leuk moment. De koolmijnen. Raad hoeveel wij kool gaan mijnen. Het gaat goed. Het was 38 kool of zo. Dat was dat losse stack in de chest. Dus hoeveel kool gaan wij krijgen? Ik hoop genoeg. Ik vond een leuk patroontje hier. Je moet iets leuks doen in je leven. Oké. Okay. Nou, een stack en 23, oftewel 87. There you go. 8 en een stack. 8 en een stack. 8 en een stack. Acht en een stack. 8 en een stack. 8 en een stack. Fun fact. Ah, verdorie. Net toen ik niet recorde, deed ik... Ja, hier. Woep, woep. Ah. Dus met... Oké, okay, met zonder lek. Zonder lek. Wauw. Oké. Okay. Het deed het eerder beter. Dan sta je meteen op de pressure plate en dan duwt hij meteen omhoog. Oké, okay, met shift werkt hij beter. Oké, okay, vooruit. Dus, om te laten zien wat ik als laatste stap hier nog moet doen. En voor mij is dat geluid veel te hard hier. Ja, hier. Waar meen jij? Ik hoef niet zo veel te horen. Even kijken. Hoe gaan we daar makkelijk komen? Ik maak wel even de muur een stukje. Ik moet nog 2 stappen doen. Dat is de muur. Aan de binnenkant en aan de buitenkant. Ik weet nog niet of ik een deur ga laten. Maar wat het idee is dat de monsters niet naar beneden kunnen vallen. Mochten ze boos zijn, raken, whatever. Dan hebben wij... Dat niet op ons naam. Dus wat nog gedaan moet worden is het glas moet gevuld worden hier op het dak. En dat gaan we hier samen nu leuk doen. Ik dacht gewoon, hè, als we... Is dit silk touch? Ja. Als we toch al het zand hebben gedaan, waarom niet meteen het glas? De reden, karma. Dus het wordt een beetje een saaie buitenring wat dat betreft. Zo. Maar, weet je, op deze schaal denk ik dat we niet zo heel erg mogen klagen dat het er niet fancy uitziet. Het gaat nu veel meer om praktisch.
En we hebben redelijk de binnenring geprobeerd. Iets leuks, een patroontje, iets ermee te doen. Maar ja, yeah, I don't care. I don't give a crap. Zo. Oké. Eens even kijken. Als dit straks klaar is, ben ik zo blij. Dan kunnen we de guests kunnen we eigenlijk krijgen. Guestheers kunnen we eigenlijk farmen. Ah, oh, wat heb ik daar lang op gewacht? Guestheers kunnen farmen en al die nice dingen. Het hoort erbij. Het hoort bij het spel. Het is geweldig. Hoppakee. Ik zit nog aan te denken om een Wither Skull farm te maken. Echt een met pist. Net als Witches. Dat je een vloerswifter maakt. Dus de vloer wordt dan links, rechts en dan vallen er mopsen doorheen. Even kijken, dus, ja, dit is de zoektuig. Maar nog met een kleine addition. Kleine toevoeging. Heb ik nu dit solid gedaan? Ja. Dat is moeilijk om te zien. Met een kleine toevoeging dat Wither Skulls dan dus blijven hangen. Dat, je ze kan, dat ze op één plek kunnen komen. Ik vraag me af of je een Wither Skull filter kan maken. Voordat ze vallen. We gaan kijken. Zou wel enigszins praktisch zijn. Het is een beetje altijd, het is altijd moeilijk in de Nether. Je hebt geen water. Dat maakt dingen veel te ingewikkeld. Ik bedoel, je kan wel iets met lava, maar het geeft geen stroming, het geeft geen richting. Wither Skulls branden daarentegen niet, maar het is moeilijk om ze te filteren. Jij. Wat ben je eigenlijk? Jij bent Fortune, oké. Dus, een beetje een werkepisode vandaag dus. Moet allemaal gewerkt worden. Dingen moeten gedaan worden. Dingen moeten afkomen. En ik heb episodes nodig. Want als ik het niet dit weekend opneem, dan komt het nooit. En als ik het nooit doe, dan komen die episodes weer om 8 uur 's avonds. En ik heb gemerkt, als de episodes om 8 uur 's avonds komen, worden ze gewoon minder bekeken. Als ik om standaard onze 3 uur, of wat is het, 3:30? Wat is ook weer mijn tijd? Ik weet mijn eigen tijd niet meer. Als dit om die bepaalde tijdstip komt, dan ja, ik weet niet, het wordt beter bekeken. Gewoon omdat mensen verwachten hoe laat die video's komen. En dan als je die verwachting niet toekomt, niet toekent, dan ja, vinden mensen dat minder en kijken ze video's niet meer blijkbaar. Of minder. Ik merk gewoon dat het echt minder wordt bekeken. Daarentegen moet ik zeggen dat de Deadvocate van aflevering 9 ook tegenviel qua kijkers. Als het onder het mom, we hebben het de tijd niet gedaan dat het dan niet meer wordt bekeken ofzo. Ik snap niet altijd. Ik kan niet overal een theorie achter wenden maken. Of hoe dat ook heet. Oké. Okay. Ik zit dus te denken. Nu, we hebben daar dus een solid muur. Zodat de mobs er niet uit kunnen. Het moeten allemaal blokken zijn die niet kunnen opgeblazen worden, kwam ik wel achter. Soms namelijk komt er een gas en denkt hij. En dan, ja. Vandaar het glas is niet helemaal wat ik wil. En ik zit nu ook te bedenken dat ik beter niet eerst dit laagje had kunnen doen. Maar oké. Gewoon zo en dan vanaf bovenaf de rest, denk ik. Jee. Ik had mijn Unbreaking 3 pickaxe moeten meenemen. In plaats van iets met Silk Touch of Fortune. Is het een Fortune? Ja. Wat is goedkoper? Fortune of Silk Touch? Ik denk Silk Touch. Omdat je daar maar één level hebt, dus dan ben je meteen klaar. Fortune kan nog 3 keer misgaan, wat dat betreft. Zo. Dus, een guest heeft een 4x4 nodig. Dat had ik niet geweten. Het kan een beetje offset zijn, want een guest die spant soms in het midden van een blok. Hij probeert een beetje, ja, dat is een randomizer. En daarmee is het eigenlijk een 5x5. Ik dacht dat het een 3x3 was, maar oké. Weet je, die twee blokken in de muur plaatsen, dat is niet het einde van de wereld. Het einde van de wereld is wanneer ik eindelijk deze farm af heb. Het is geen XP farm, voor de mensen die dat nog steeds afvroegen. Daar ben ik van afgestapt. We hebben XP farms, we hebben een Ender, we hebben genoeg dingen.
om XP te krijgen in de server. Voor goud, dat wordt dit. Puur alleen maar goud. Hey. For real? For real? Ik wil hem slaan. For reals. Fixed. Is dat nu een 4x4? Maakt niet uit. Kans dat daar nou... Ik was dus bij de cactusplek, was ik dus vergeten weer terug slabs te plaatsen. En er spande net wel een guest. En dat blies een stuk van mijn glas op. Dus het is mogelijk dat het misgaat, maar meh. Dit gaat vast wel goed. Hoppakee. Ik zag laatst ook nog een video dat een guest door blokken heen... door blokken heen kan schieten. Dus door dit gat, althans deze diagonale lijn, kan een guest heen schieten. Dat is echt wauw. Had ik niet verwacht. Ik zag laatst een video daarvan. Als je dus de guest precies goed plaatst en de player, dat ze precies in een lijn staan, dan schiet hij daadwerkelijk, althans probeert er doorheen te schieten. Fireball is iets groter dan het gat, dus die gaat niet raken, maar... Ik had niet verwacht dat een guest door blokken heen kon zien. Een Blaze doet dat wel, maar dat is gewoon een bug. Die probeert gewoon af en toe random te schieten op basis van geluid. Die is gewoon paranoïde. Blazes zijn paranoïde. Is dat een woord? Paranoïde? Ik spel het waarschijnlijk verkeerd. Klinkt raar in mijn hoofd. Paranoïde. Je bent paranormaal, paranoïde. Ik vind het woord. Fuck dat. Farm werkt goed. Can confirm. Ik had enigszins gehoopt dat guests niet konden spannen op de top van het ding. Ook nog een leuk ding, als een guest boven de world height zit, doen ze fireballs het niet. Hij was helemaal hoog, maar arrows doen het wel. Dat had ik niet verwacht. Maar een guest heeft een stukje code dat hij een x-aantal blokken zeg maar boven het land blijft. Hij gaat zeg maar niet tot world height. Maar aangezien dit al... x aantal blokken boven is, ja. Kut. Het was grappig. Ik was enigszins safe. Anders was mijn halve dag nu kapot en had ik nog meer moeten farmen. Overigens, mijn furnaces staan nog thuis aan, dus... Sure. Me. Ja. Hoe ga ik beneden komen? 1, 2, waarom doe ik de poortkant? Godsamme. Ik sprong en ik dacht van nee, maar het gaat goed. Het ging goed. Fuck, ik moet iets voorzichtiger zijn. Hey schatje. Ja, jij vond die sprong ook eng. Ja, ik zag het wel. Wat is er toch met baby's in deze wereld? Hoppakee. We gaan er schattig tegen praten. Is dat niet zo? Is dat niet zo? Nee. Ik haat dat soort... Echt. Soms doe ik het ook. Betrap ik mezelf erop. Maar wat is dat vreselijk. Mensen die gaan schattig praten tegen kleinere kinderen of zo. Alsof ze mogen je meer dan of zo. Is dat een theorie? Wat proberen we ermee te bereiken? Ik bedoel, als kind zou ik het eng vinden hoor. Als een volwassene met een kind met zo'n kindervoiceje komt. Hey, kusje. Dat zou mij alleen maar bang maken. Gekke ouders altijd. Straks de slabs weghalen. En dan kunnen we dit redelijk een succesverhaal noemen. Mensen vroegen of ik door wil gaan aan de goudfarm. Dan krijgen jullie dat ook. Al 2 episodes lang. Normaal doe ik meer afwisseling. Duurt het echt 20 episodes voordat ik ga beginnen. Alsof we weer verder gaan. En dan zitten er weer 20 tussen voordat ik de volgende doe. Maar ik dacht van, meh. We zijn nu op een punt beland. Ik heb de farm verbeterd. Getest in de nieuwste versie. Het werkt goed. Iron Golems, ja. Is niet een probleem in deze server. Dus ja, weet je, het werkt. Enigszins blij mee. Leuk vormpje meegemaakt, weet je. Het gaat goed. Het gaat een keer goed, een project. Nou, doe je zo. Doe je stone brick. Yes, eindelijk, ik heb geen oneven getal meer in mijn inventory. Daar irriteer ik me aan als ik even getallen werk.
Maar, ja, sure. Zo. Oké. Ik ben te lang met zombie pigment. Ik ga ze nadoen. Gekke dingen. Eigenlijk, ik. Hoe deed dat net? Kun je drie blokken naar beneden plaatsen? Oké, okay, oh, dat was niet de bedoeling. Kun je drie blokken naar beneden plaatsen? Of twee? Twee. Oké. Even testtijd. Dit werkt niet zeker. Ik wil niet de hele tijd naar beneden moeten vallen. Daar vertrouw ik mijn eigen niet in. Oké. Dan kan ik wel. Oké, ik heb een idee. We doen eerst deze twee. Ik heb zo de neiging om jou eraf te tieven momenteel. Echt waar. Niet je broers. Dan moet ik weer naar het midden. Oké, op naar het midden. Love you. Jij. Ik heb de achterste. Wauw. Oké, ja, zijn jullie allemaal dood? Zijn jullie al klaar? Kunnen jullie nog bij elkaar sprokkelen? Zelfs de mega cubes. Snap je waarom ik baby's ook, waarom ik een binnenmuur wil? Ja. Nu werkt de vorm. Dat werkt. Dit is verrassend. De farm werkte voor het eerst. Oké, er zit nog één boos tussen voordat hij de rest weer boos maakt. De farm werkt voor grap. Oké, wat een grap vandaag. Nee. Oké. Kom maar, baby. Oké. Ze zijn nog steeds boos? Hoe dan? De farm werkt. Het zou niet hebben gewerkt met de portals, want ze zouden blijven geladen zijn. Maar het werkt. Het werkt nu. Alleen gaan ze dood op de verkeerde plek. Voor mij is hij gestopt. Oeh, zijn ze die boos, zijn die boos, zijn die boos. We zijn vriendjes. Mooi. Dan maak je de Nether niet meer boos. De Nether was altijd een rare plek voor mij. Ik snapte er geen reet van hoe die dingen boos werden. Nu. Een beetje naar code en experimenteren. Het is grappig hoe een AI werkt. It's very funny. Please, chat. Ik wou je er net afduwen. Je hebt mazzel. Je hebt mazzel, mijn vriend. Gelukkig hebben we geen mensen die zombie pigmen fobische. Fobische is niet het goede woord. Fetishes hebben. Het kan enigszins Tim zijn met zijn goud, maar. Gelukkig hebben we niemand die denkt van. Zombie pigments, dat zijn mijn favoriete mop en dat mag je niet vermoorden of misbruiken. Zoals Tim met poppies, weet je wel. Ik haat poppies, dus ik niemand mag ze gebruiken. Nee, niet. Hebben we nog meer van dit soort tafereelen? Jordi met zonnebloemen, maar. Dat speed effect was even chill. Het was even chill. Oh, ik heb nog iets leuks. Weet je? Het verschil tussen een headset en een microfoon. Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Dat het niet mono wordt opgenomen. Ik weet niet of Raps mono of stereo doet. Teamspeak doet mono helaas, maar. De grap is als je dus wegdraait van je mic, dat dan het zachter wordt. En dan lijkt het net alsof je iets langs rijdt. Dat effect, dat wou ik. Ik hoop dat het is gelukt. Anders ga ik huilen. I cry every second. Het laatste blok moest je staan. Of. Nou, oké, dat is niet helemaal waar. Ik moet nog een heel rij. Dus wat ik nu doe, is een blok overal plaatsen.
Want dit was trouwens net ook in de Nether. Was wel grappig. Hij was in het lava gevallen en dan. Hè, de relog truc wordt hier regelmatig gebruikt in iMine. Grappig om te zien. Ik had, als je joint in een server en je hebt niet heel veel lag, dan kun je zeg maar reloggen. En omdat je hebt altijd, als je de eerste seconde, als je joint, heb je geen damage. Of de eerste 4-5 seconden. Dat is voor balancing, voor de mensen die lag hebben, dat ze dan niet meteen zeg maar doodgaan omdat ze joinen. En ja, die delay die wordt hier regelmatig gebruikt om. Oh, dat was speed. High speed. Die wordt hier regelmatig gebruikt voor niet dood te gaan als je in de lava valt. Steeds het reloggen, reloggen, reloggen en dan weet je eigenlijk al wat er aan de hand is. Je kan het eigenlijk gokken. Meestal zeggen we het nog als je gewoon een keer in een relog. Je bent toch aan het reloggen, dus waarom niet nog één keer extra voor te zeggen, hey, ik val in de lava. En dan de ander, ja, dat haak ik door. Kijk, ja, deze kun je er gewoon afduwen. Oké. Eventjes een gang naar beneden maken. Ik durf nog steeds niet om hier naar beneden te vallen. Ik had hier veel meer slime blocks beneden moeten plaatsen. Maar dan kunnen ook eens weer een zombie pikmins in vallen. Boop. Gewoon dit gat gebruiken. Oh. Oh. En plop. Oh, XP. Waarom is dit een XP? Er was nu geen cactus. Maar het zal wel. Oh, wacht, natuurlijk, dat de gil. Wacht maar. De cactus is om ze te laten blijven gillen. Dat je die 30 seconden weer opnieuw functioneert. Dit valt gewoon nog in de eerste lei. Oké. Okay. Grappig. Een goudvorm wat XP wordt gebruikt. Dus. Iets meer stone brick. Dan hebben we de buitenlaag af. Hebben we hier nog iets? Dat kan genoeg zijn. Ik denk dat het genoeg is. Maar hebben we niet. Nou. We gaan erop gokken. Even kijken of de. Hier beneden nog wat ligt. Nee. Oké. Okay. We moeten het ermee doen. En anders. Volgende keer. Doei. Zat de Iron Column weer bij het gebouw? Dat is een tijd geleden. Grapje. Hello guys. Misschien is het iets meer dan 40, nu ik erover nadenk. We gaan het zien. We gaan het gewoon proberen. Want het is wel. Oh wacht, het is 2 blokjes per rij. Ach, we gaan het zien. En anders halen we het gewoon weer opnieuw. Niet het einde van de wereld. En zowel. Nice to match je. Aangenaam. Maak het in. Programmeur in opleiding. Amateur YouTuber. Wat is eigenlijk mijn Twitter bio? Wat ben ik allemaal volgens Twitter? Maker Tim. Kun je niet gewoon mijn eigen tweets? Is er niet een lijst van. Oké. Ik doe dat zo. Ik doe het zo. Amateur Nederlands verkrachter. Oh nee, verslechter. Die vind ik leuk. Omdat verslechter geen woord is. Professioneel verkeerdspeller. Dat ben ik zeker. Even kijken, wat zit er nog meer? Programmaverdraaier. Nee, redelijk. Nee, we hebben niet genoeg stoombrik. YouTube-ster. Dat is een grap. Alsof ik een vrouw ben. Weet je, dan ben je YouTube-er en YouTube-ster. Snap je? Nee? Oké. Okay. Slechte grap. Druk tot de afgelopen seconde. Want de seconde is nooit afgelopen, dus ik ben altijd druk. Slechte grappen, ik weet het. De meeste mensen van hun Twitter bio is leuk. Moet je eens een keer lezen. Die van Beer is ook leuk. Van Beer in Game en. Oké, ik ga het nog een keer doen. Oké. Je had niet op de portal moeten springen. Ben ik even blij. Oh, niet fluiten. Niet fluiten. Nee, ik weet het. Niet fluiten. Fluiten is niet goed voor YouTube. En de Nether is boos. Kom, we maken een farm die de Nether niet boos maakt. Door 10 keer de Nether boos te maken, zodat niemand er meer last van heeft.
Geen stone toch? Nee. Geronimo! Oké. Okay. hebben we nog stone liggen? Vast wel. Ik heb overigens de cobblestone die ik door de portal heb gegooid ook nog opgepakt. Het werkt gewoon heel goed. Chunks niet geladen meer, dus dan telt de timer niet. En als de timer niet telt, dan heb je enigszins daar de kwaliteit van. Oké, okay, we hebben best wel weinig stone. Nou. Dat is wat we weer extra smelten. Hebben we blaze rods hiervoor? Hoe lang brandt een blaze rod? Blaze rod. Blaze rod. Bla 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 bla. Ik wil weten hoeveel items die smelt. Stackable. Blaze rod. 12 items. Dan heb ik niet genoeg. Of is het. Hoeveel keer. Hoeveel keer 12 zit in 64? Dat is 5. Dus dit zijn dan 2 stacks. Dat is genoeg. Waar dit is de bobbel die ik altijd pak. Oké. Naar beneden. Au. Nee, naar boven. Ik was nog extra glas aan het smelten. Blijkbaar heb ik dat niet nodig. Wel de binnenkant gaan we nog doen. Blaze rod voor deze. Hoe ver zijn jullie? Oké. Okay. Ik kom zo wel weer terug wanneer we verder kunnen. En we zijn weer helemaal boven. Voor het laatste stukje van deze episode van vandaag. Oftewel, de goudvorm gaat echt best goed. Als ik eerlijk moet zijn. Was ik al hier? Nee. Maar dat doet we deal with it. De nether is weer boos. Dat is iets wat ik wat minder vind. Voor mij mocht ik al dit van bovenaf doen. Dus misschien dat het meteen makkelijk is als we glas doen. Even denken. Ja. Dat ding is echt gigantisch. Ik onderschat me altijd in groottes met Minecraft. En dit was weer een heel mooi voorbeeld daarvan. Wacht, dit is een van de problemen die Sander dus heeft in zijn goudfarm. En ik ben te lui om dat te fixen in plaats van mijn hele eigen te maken. Een beetje raar, maar past wel bij me. Wat bij Sander het probleem is namelijk dat de baby zombies. Oké, dat was heel raar. Het leek wel alsof de zombie door het lijntje ging. Dat de baby zombies en op chickens. Ze zijn natuurlijk boos. Die kunnen naar beneden en overleven het. En maken ze daar alles boos. En dat is het grootste probleem. In de meeste farms tegenwoordig. Oké. Okay. Kom op. Kom op. I'm stuck, you too. Oké, okay, F3B. Hij zit echt in het randje. Hoppakee. Hoppakee. Ik haat dit. Hoppakee. Altijd wanneer je dit plek nodig hebt, dan gaan ze daar staan. Oké. Toch, zombie? Ik heb het over jou. Kutkring. Oké. Op die ene plek waar ze kunnen spawnen, zullen ze spawnen. Ik heb ook een probleem met mijn design trouwens hoor. En ik heb geen idee hoe ik dat ga fixen. Dat is dus als de. In de lift. Dat is op de lift kunnen nog steeds mobs spawnen. En. Ik heb nog niet echt helemaal bedacht hoe. Ik heb meer toch, ja. Ik heb nog niet helemaal bedacht hoe ik dat ga fixen.
Ik was eerst van plan met carpets, maar carpets kun je niet op sticky pistons doen. Want ze blijven dan niet zitten. Ik weet niet hoe dat zit, maar dat zit zo. F3B. Ja. Dus, we hebben die stap gedaan, die stap gedaan. Ja, nog één. Nooit op een dag gaat dat mis. En dan bouw ik daarvan. Ik ben zo lang niet dood gegaan. Please leave me alive. De laatste stap die ik moet doen, dat ons wil gaan doen, is deze voor vandaag. Dat is het glas in de binnenring. De binnenring is gelukkig niet dat groot. Maar wel half zo belangrijk. Dan kunnen we volgende keer alvast het killing mechanisme gaan installeren. En de keer daarna het item systeem. Of als ik een keer extra veel tijd heb dat ik dat in één keer doe. Misschien. Misschien. Heel misschien. Want het kost echt heel veel tijd dit. Je moet eens weten hoeveel tijd hierin zit tussen de episodes door. Maar ach, ik overleef het wel. Het is één grote glaskubus dit. Ik kan me niet voorstellen dat mods zoals Optifine het fijn gaan vinden om te renderen. Maar sure, maakt mij niet uit. Moet je maar vanilla gebruiken. Hoppakee. Voor mij is ook... Zijn er niet echt heel veel mensen die connected textures aanzetten in Optifine in de iMine server. Buiten Kaas denk ik niemand. Ik vind dat je het gewoon functioneel moet maken voor vanilla. En als het werkt voor mods is het mooi meegenomen. Maar hè, ik ga daar niet over klagen. Daar ben ik niet voor. Ik ben hier voor entertainmentwaarde. Niet voor klaagwaarde. Ik heet geen Jordi. Al vraag ik me soms af. Nog een paar blokjes. Gaat het goed? Oh, easy. Easy. En dan zijn we klaar voor vandaag. Jezus, wat is dat een... Het klinkt een beetje raar. Ik vind video maken nog steeds super leuk. Maar dit was een beetje een grindy stap in het proces. En ik heb enigszins de episodes nodig voor vandaag, dus vandaar dat ik rijden die stappen ook vandaag worden opgenomen. Helaas, maar waar. Ja, ik heb niet dat veel tijd in mijn leven en ik probeer YouTube weer een beetje prio 1 te geven. Ik bedoel, de zomervakantie komt eraan, dus dan kan dat weer. Ik heb een tijdje mijn school en mijn stage prio 1 moeten geven en ik hou er niet van. Ik hou ervan gewoon om YouTube weer prio 1 te kunnen zetten. Dat is wat ik leuk vind en... Je baalt ervan als je niet dingen kan doen die je leuk vindt. Hoppakee, nog twee. En dan zijn we klaar. Yay! Glaskubus klaar. Du-dup. Zoveel blokken. Dat niemand deze farm nog heeft gemaakt, verbaast me. Verbaast me heel erg. Eigenlijk. Volgende keer killing mechanisme. Wat heb ik nog meer te zeggen? Eigenlijk niet heel veel. De mobs die deden het vallen van de Iron Trapdoors nog steeds. Ik vind het grappig. Is grappig. Oh, bijna. Mijn mobiel gaat echt af als een keer vandaag. Het is ook niet dat het veel zinnigs is ofzo. Het is gewoon... Niet dat erg. Zeg maar, ik had het kunnen missen, dat soort berichten. So, and we are done. Deal with it. Toch kip? Zo heb ik natuurlijk kippen gekregen op mijn eiland. Zombies. Ik hoop wel hoe ik kippen kreeg op mijn eiland. Of iemand heeft met eieren lopen spelen. Ik durf het niet te zeggen. Dus, dit was hem voor vandaag. Wat een gigastap was dit. Volgende keer gaan we het killing mechanisme installeren, oftewel de Iron Golems plaatsen. En beginnen aan hoe we de items gaan oppakken. Dat wordt een grote rails die heen en weer gaat. Ik haat nu al mijn vorm. En, sorry. Een grote ding dat heen en weer gaat en dat hij alle spullen oppakt en collecteert hier in het midden.
Vind het, enigszins vind ik het chill dat ik hier binnen in een gat heb overgelaten. Maar voor nu zeg ik bedankt voor het kijken naar deze episode. En zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei! Wauw, die was geef. Doei doei!